Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arnie en even deze keer om mute, want hij is aan het blazen, dus dat is super irritant in je oren. Maar dit keer weer een nieuwe Black Ops 2 dag van de week. Als het ware Black Ops 2 week, de laatste dag met de Scorpion in ieder geval. En de Scorpion is naar mijn mening een van de beste SMG's natuurlijk. Hij is super chill. En we spelen op drone, dus hopelijk kan ik hier op deze map lekker gaan. Ik weet het nou niet echt of dat gaat lukken, want ik weet niet echt wat de tactiek moet zijn met een SMG op deze map. Maar we gaan het gewoon eventjes bekijken, kijken of we er wat leuks van kunnen bakken. En, oh wauw. Ja, hij gaat daar al meteen liggen met een SMG. Waarom? Er komt daar nauwelijks iemand voorbij, behalve ik. Maar voor de rest komt er echt niemand voorbij. Je gaat er lekker zitten met je NPC. Van nou ja, ik laat mijn teammate nu lekker voorgaan. En dan mag mijn teammate doodgaan, hopelijk. Want ik wil natuurlijk niet doodgaan. Dit is Claymore, die gelukkig is afgegaan. Zodat ik vrije baan heb. Oh, ik kreeg hitmarks. Ik denk al wat, hè. Maar dat was dus op die kerel. En even kijken waar de enemies nu vandaan gekomen. Want ik zou het niet weten. Misschien zitten ze hier ergens te campen of zo. Ik weet het allemaal niet met die snipers. Die zitten allemaal op hele rare plekken. En ik hoorde er eentje achter me. Eerst die kerel en die kerel. En dan hier is het eventjes naar boven voor die kerel. En waar gaan ze vandaan komen? Ik weet het niet. Even mijn UAV raadplegen. Er gaat er dus eentje achter me komen. Dat bedoel ik. En dan ga ik hier eventjes snel heen. Want er staan er twee links van me. Wat ik totaal niet door heb. Had ik eigenlijk wel moeten doorhebben. Want ik bedoel, ik had een radar. Dus dat was eventjes wat slecht van mij. En daarboven staat die kerel te campen. Die denkt dat hij mij kan pakken met zijn MP7. Maar mijn aim is nou eenmaal strakker met de Scorpion. En mijn teammates gaan hier allebei dood. Oh nee, mijn teammate heeft hem genifed. Super chill. Goed werk, teammate. Al had ik die kill liever gehad. Dus ik had liever gezien dat je dood was gegaan. Want dan had ik de kill in ieder geval kunnen pakken. En even snel deze kant op, want hier zijn twee enemies die ik waarschijnlijk in hun rug kan pakken. En gelukkig is die hipfire op dit wapen ook zo super sterk. En er zit hier nu eentje boven te campen. Die heeft niet door dat ik al in zijn rug ben, ook al turnen die mij nog bijna. En ik weet nog steeds niet waar de enemies nu vandaan gaan komen. In ieder geval is hij daar zo en er. Wauw, ja, tomahawk. Lucky bastard dat hij me daar killt met zijn tomahawk. Ook al was dat wel een nice kill. Ik moet hem wel props geven, 9-3. Maar dat was wel een redelijk nice tomahawk killetje van hem. En hopelijk kan ik nu een beetje weer in de rug komen van de enemies die hier ergens lopen. Want volgens mij zijn ze ergens onze span ingegaan. Tenminste, als ik het zou moeten zeggen, dan denk ik dat. Want ik zag daar achter iemand lopen. En die is nu dood. Gelukkig. En eens even kijken waar ze nu vandaan gekomen. Want dat zou ik echt niet weten. Ik denk hier zo ergens. Tenminste, dat zou wel moeten. Dus misschien zitten ze hier boven of zo. En ik hoorde die deuren. Oké, dat was mijn teammate. Ik denk al wat. Ik hoorde die deuren open en dicht gaan. Maar daar ben ik net langs gekomen. Dus waarom zouden die nu pas open en dicht gaan? Maar dat was natuurlijk omdat er dan een teammate liep. En ik heb geen flauw idee waar ze echt vandaan kunnen komen. Dat is een beetje lastig met deze map. Maar ik ga het gewoon proberen te gokken. Ik ga gewoon mijn best doen. Hij ligt hier in ieder geval. En links van me. Oh wow, sniper. Fuck. Ja, ze zaten daar echt met twee man. Fuck. Dat was heel slecht van mij. Maar ja. En dit is wel een beetje waarom ik deze map jammer vind. Ik bedoel, mensen zitten al heel snel te campen. Ze zijn al heel snel geneigd te gaan campen. En dat is gewoon wat minder leuk. Maar het is nou eenmaal zo. En daar is vrij weinig aan te doen. Ik bedoel, je moet ermee omgaan en mee leren leven hoe hun spelen. En daar moet je gewoon aan aanpassen. En hem heb ik in ieder geval gekild. Hopelijk komen er nog meer uit hun spawn. Ik zou het ook niet weten waar ze echt vandaan zouden komen. Volgens mij zit er nog meer boven hier zo. Hier in ieder geval Tactical Insertion. Die ga ik eventjes in gedachten houden. En ik denk dat die van die kerel was. Tenminste, dat hoop ik. Ah ja, dead timing. En ja, die genieheid, als dat een woord is. Nee, dat is geen woord, maar dat verzin ik nu maar. Nu is het een woord in ieder geval. En hij komt met een tak in mijn rug. Oh wow, hij ligt daar gewoon op de grond. Oh mijn god. Waarom ga je daar op de grond liggen, pik? Dat snap ik dus niet. Die snipers gaan altijd op hele rare plekken liggen en zitten.
En dan moeten wij ons maar zien aan te passen of zo. Of we moeten ze maar gewoon zien te vinden. En dat is lastig. En hij heeft een MP7, dus ook een SMG, dus dat is kloten. En ik ben echt degene in mijn team die alles moet gaan doen. Ik bedoel, we hebben 1 om 6, 1 om 6, 4 om 11. En ik ga 17 om 6. 18 om 6. En hopelijk kan ik nu weer een beetje in de rug komen zonder dat ik gestoord word. Als het ware. En dat bedoel ik dus. Die kerels gewoon killen en weer doorrennen. En ongehinderd in hun rug komen, moet je wel omhoog kunnen lopen. En dat is weer een killetje. Zit er nog meer? Ik zie niemand. Dus ik ga snel door. Oh nee, hij spande daar zo. Dus hij had mij makkelijk kunnen afsnijden. Als het ware. En daar beneden loopt ook nog iemand. Oh mijn god. Dit is echt hectiek. To the max. En ik ga weer snel hier naar binnen. Oh nee. Wauw, dat was echt lucky. Oh nee. Kom op, teammate. Oh man. Dit is echt chaos. To the max. En ik ga even wachten, want daar komt er nog één inderdaad. En teammate, kill hem dan. Oh mijn god. Ging nog bijna dood omdat mijn teammate hem eventjes niet killt. Oké, en mijn teammates hebben door dat hij daar zit. Dus dat is chill. Al heb ik nu wel scavenger packs nodig. Die hard scavenger packs. En er komt er nog eentje. En die heb ik gelukkig. En dan heb ik een orbital. Dus dat is super chill. En ik kan hier snel wegkomen. En hem snel killen. En daarboven loopt er nog eentje. En die heeft niet door dat ik hier loop. Dus dat is ook wel chill. En dan kan ik hem killen. Ik dacht nog bijna dat ik hem zou missen. Maar ik heb hem. En hem natuurlijk ook weer snel. En nu heb ik ammo nodig. Dus snel. Oh nee. Ik denk ik kan snel ammo pakken en weer wegwezen. Maar nee. Dat was jammer, maar dat was een 15 gun streak, 32-7, holy shit. En we staan pas 5 kills voor. Ik ga 32 om 7 en we staan pas 5 kills voor. What the fuck doen mijn teammates dan? Dan zijn mijn teammates echt wel slecht en ik moet weer alles doen, weer een triple kill. En snel naar de andere kant van de map, want daar komen de enemies nu vandaan. Dat is namelijk 1 en dat is 2. En komen er nog meer, dat weet ik niet, maar even snel herladen en weer afwachten. Er gaan er sowieso nog meer aankomen. Namelijk hier eentje. Daar eentje. En er loopt er daar nog een. Gelukkig heb ik die ook. En dan loopt hij daar beneden. En dan kan ik waarschijnlijk hier zo de span in om nog meer kills te pakken. Ah, oh, hij kwam er net aan. 41-7. Ik moet al het werk doen. We winnen maar met 10 kills verschil. Dus als ik 31-7 had gegaan, dan hadden we gelijk gestaan gewoon. En dan ga ik 31-7 en dan hadden we gelijk gestaan. Nu ga ik gewoon 41-7. Maar ja, mijn teammates bakken er niet veel van. Ik gelukkig wel. Jongens, dit was hem. De laatste van Black Ops 2 week. Laatste dag, de Scorpion. 41-7. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Volgende episode van iets. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En nieuws.